kijkt naar deze nieuwe vlag. Vandaag heb ik een What I Eat in a Day vlag. Ik heb zojuist een lekker nieuw kopje thee gezet, want hij was alweer koud. Dat gebeurt me echt veel te vaak. Ik neem je dus vandaag een keer mee in wat ik op een dag zoal eet. Het is vandaag dinsdag, het is een werkdag voor mij en ik ben dus thuis. Natuurlijk heb ik vanmorgen ook al lekker ontbeten. Ik heb 2 boterhammetjes gegeten met pindakaas en appelstroop. Net als Max, want wij eten hetzelfde qua ontbijt. Zij eet ochtend zacht zalt een papje. En Michael die eet altijd yoghurt, of altijd vaak yoghurt met crushy. Ik ben dus nu lekker een kopje thee aan het maken, of heb ik net gemaakt. En daarbij eet ik een lekkere muffin, die hebben wij gisteren zelf gemaakt. Dus daar heb ik wel zin in, dat ga ik zo lekker opeten. En ik gebruik dan groene thee. Oh, dit is alleen maar het zakje. Oh, dit is wel een leuke. Wat is jouw ochtendritueel? Maar ik wou dus laten zien, deze thee drink ik. Hier drink ik door de dag heen, als ik werk, meerdere kopjes van. En natuurlijk daarnaast gewoon lekker water. Wel leuk om de vraag te beantwoorden misschien van de thee. Wat mijn ochtendritueel is? Nou, mijn ochtend ziet er op werkdagen zo uit. Dan gaat de wekker om 6:30. Meestal sta ik dan om 6:30 op. Dan ga ik naar de badkamer, even mezelf opfrissen en daarna aankleden. Dan wordt Max meestal ook al wel wakker. Die is soms ook al wel wakker op dat moment. Eigenlijk bijna altijd wel. En dan ga ik hem meestal aankleden. Michael staat ondertussen dan onder de douche. Als Max is aangekleed, gaat hij vaak naar beneden. En dan ga ik Sa aankleden. En dan ontbijten we met z'n allen beneden. En dan zorgen we dat we alle vulletjes pakken voor die dag. En dan lukt het ons meestal om rond 8:15 ongeveer weg te gaan. Dus dat hele ritueel neemt ongeveer een uur en een kwartier zeker in beslag. Sa krijgt 's ochtends altijd dus een flesje en daarnaast dus pap. En dat bevalt eigenlijk wel goed, dat doen we nog steeds. En zolang dat goed bevalt, blijven we dat lekker doen. Nou ja, dan gaan ze naar mijn ouders dus nu, of we zijn gewoon lekker thuis. En op de dagen dat ik niet werk, dan gaat het allemaal ietsjes rustiger aan. Dan mag Max vaak ook, zeker nu in deze tijd, in zijn pyjamaatje naar beneden. En dan kijken we gewoon meer hoe het uitkomt, hoe we de dingen doen. Dus dan is het allemaal ietsjes relaxter en ontspannender. Maar wat ik dus net vertelde was hoe het vanmorgen onder andere is gegaan. Een heerlijke lunch. Ik lunch lekker boterhammetjes met ook een matze. Maar dat kun je hier zien. Inmiddels ben ik weer lekker aan het werk en is het alweer, even kijken, 4:00 geweest. Normaliter op mijn dagen zonder de kinderen eet ik tussendoor altijd even fruit. Maar om nu nog 2 stuk fruit te gaan eten, terwijl ik al straks weer avond ga eten, ga ik niet meer doen. Dus ik heb even een lekker flesje helder gepakt. Dit kopkat bij de Lidl vind ik heel lekker. Een crystal clear-achtig iets. Want ik had even zin om wat anders te drinken, dus dat heb ik even gepakt. En ik neem zo nog een klein iets. Ik heb altijd van die crackertjes voor de kinderen. En die vind ik zelf eigenlijk ook wel lekker. Dus daar neem ik er zo nog eentje van. En dan eet ik denk ik vanavond even fruit. Maar normaliter doe ik dat op mijn werkdagen altijd tussendoor. Dus dan eet ik dat 's morgens 1 stuk fruit. En 's middags 1 stuk fruit bijvoorbeeld. En op mijn dagen met de kinderen eet ik altijd 's morgens fruit, want dan eten zij ook fruit. En dan maak ik dus, zoals je misschien wel hebt gezien, regelmatig smoothies. Dat vinden de kinderen lekker en vind ik ook lekker. Gewoon voor de afwisseling, want elke keer alleen maar een appeltje, een stukje peer, een banaan en een kiwi, dan kennen we het ook wel een keer, zeg maar. Dus ik maak nu de laatste tijd regelmatig smoothies. Maar ook gewoon kleine stukjes voor Sarah om te happen. Ze kan inmiddels steeds beter ook bijvoorbeeld een banaan afhappen. En ze vindt eigenlijk alles fruit wel heel erg lekker. Dus dat is wel heel fijn. Dat geldt ook voor Max. Dus wij hebben altijd heel veel verschillende soorten fruit in huis. Standaard heb ik altijd kiwi, banaan en appel. En nu ook vaak wel peer en mandarijn vinden zowel Max en Sarah lekker. Ik ben zelf iets minder dol op mandarijntjes. Maar dat doen wij dus qua fruit normaliter. En ik vind het wel belangrijk om in ieder geval 2 stuks fruit per dag te eten. En dat lukt me ook eigenlijk bijna elke dag wel. Alleen merk ik wel op dagen zoals vandaag, als ik alleen ben, of althans alleen zonder de kinderen, dan schiet het er toch wel eens bij in. Dan ben ik gewoon zo druk aan het werk. En ik had het er net tijdens de lunch met Michael over. Als ik zo geconcentreerd en druk aan het werk ben, dan vergeet ik gewoon soms om te eten. Dat is heel slecht. Maar dat is iets wat vanzelf gebeurt bij mij. Gelukkig denk ik vaak wel aan het drinken. Maar eten, dat sla ik dan soms gewoon over. Niet dat ik echt gewoon een lunch oversla of zo. Maar dat ik gewoon vergeet om tussendoor wat te eten. Terwijl ik dan daarna dus echt heel erg trek krijg. Want ik merk nu wel, nu ik dus, hoe laat hebben we geluncht? 12:30 denk ik of zo.
En het is dus nu alweer 4:15 geweest. Dan begin ik natuurlijk nu wel wat trek te krijgen. Maar ja, met een uurtje gaan we weer eten. Want ik wil het allemaal iets eerder doen dan dat ik het normaal doe. Dus dat we ietsjes eerder eten 's avonds. De kinderen ietsjes eerder op bed kunnen doen. Zodat we iets langer avond hebben, maar ik ook eerder naar bed kan. Dat is iets van de huidige tijd wat ik opneem. Maar nu ga ik heel erg van het thema af. Maar misschien wel leuk om te vertellen. Want ik denk dat wel bij meer mensen het nu anders gaat dan normaal, zeg maar. Dan wanneer je niet met z'n allen thuis bent en je niet thuis aan het werk bent. Bij ons in ieder geval wel. En dat geldt dus ook voor het eten. Want ik probeer wel, nou ja, toch wat eerder avond te eten. En nou ja, dan is de volgende vraag natuurlijk, hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, op de dagen dat Michael thuis is, dan gaan we zeker altijd al wel rond 4:30, 5:15, 5 uur, zeg maar, rond die tijd ga ik koken. En dan stopt Michael meestal wel tussen 5 en 5:30, zodat we dan ook gelijk kunnen eten. En dan hebben we dan nog even tijd om met de kinderen te spelen. Max mag dan altijd nog even een filmpje kijken. En dan kunnen we ze rustig aan naar bed brengen, zodat ze ergens tussen 7:30 en 7:30, zeg maar, in bed liggen. Ik probeer wel echt 6:30, 7 uur nu. Nou ja, zodat het voor hun gewoon lekker op tijd is. En zeker voor Max, die slaapt niet meer tussen de middag. En die is zeker met zoveel buiten spelen met het mooie weer van nu best wel moe vaak. En voor Sarah merken we ook, die is nu overgegaan van 3 slaapjes naar 2 slaapjes. Die is ook aan het einde van de dag altijd best wel moe. En die heeft er rond 6:30, 7:00 het ook echt wel gehad, zeg maar. Dus daarvoor werkt het eigenlijk nu heel goed. En nu we thuis zijn kan het ook, want dan hebben we de reistijd niet. Dus dat is een voordeel. Want normaliter, als we dus wel gewoon aan het werk zijn, naar kantoor gaan, de kinderen moeten ophalen van de opvang, al die dingen meer. Nou ja, dan zijn we pas tegen 6:15, 7:00 echt aan het eten. Ja, want dan kost alles gewoon wat meer tijd. Dus vandaar dat we het nu proberen ietsjes eerder te doen en... eigenlijk wil ik dat ook straks, als al het weer gewoon wordt, zeg maar, ook wel een beetje erin houden. En kijken dat we toch misschien wat eerder van kantoor weg kunnen gaan om de kindjes iets eerder op te halen. En dan dus ook wat eerder te kunnen eten. Maar ja, dat is gewoon best wel lastig gezien ons werk. Want ja, we kunnen niet altijd vroeg weg. En Michael is ook wel eens gewoon laat op kantoor, omdat hij de kinderen weg moet brengen. Dus dat wordt straks even weer oefenen en kijken hoe het dan gaat. Maar vooralsnog, nou ja, gaat dit gewoon lekker zo. Ga ik nu nog even verder met werken en dan ga ik straks het eten opwarmen. En ik heb iets heel makkelijks voor vandaag, want we eten vandaag de ja, noedels, zeg maar, de ja, hoe noem je dat? Ja, ayami, Chinese noedels. Nou ja, zoiets. Heb ik van de week al gemaakt en dat kan ik nu lekker opwarmen. Maar dat zal ik jullie zo laten zien en dan geef ik dan wel de toelichting. Dit is Chinese mie met daarbij lekkere roerbakgroenten en kipfilet. Het zijn kipfilethaasjes, vind ik lekker. Het is lekker zacht vlees en ja, dat vind ik gewoon lekker. Dus dat met champignons en een lekkere mix. Een Chinese roerbakmix heb ik erbij gekocht. En dan heb ik er wat kruiden doorheen gedaan van de nasi bami goreng. Dat zal ik ook even laten zien. Dat vind ik er lekker doorheen en dat bevalt ons goed. Daarnaast heb ik nog lekker een eitje, zoals je kunt zien. En lekker kookboek erbij. En dan kunnen we zo lekker eten. Nu ik hier bezig ben, bedenk ik me dat het ook nog wel leuk is om even te vertellen wat ik hier heb staan. Ik heb namelijk hier een heel mooi bakje met tankers. En dat hebben wij gemaakt. Of althans, Marco heeft dat met Max gezaaid. Afgelopen zaterdag. Want toen ben ik even bij de bouwmarkt geweest. Omdat ik iets nodig had voor in huis. Voor het klussen. En toen kwam ik daar ook zaadjes tegen. En Max die heeft het de hele tijd over dat hij zaadjes wil planten. Want dan komen de worteltjes uit de grond en sla. En hij heeft namelijk mijn vader geholpen met het een en ander in hun moestuin. En dat vindt hij nu helemaal leuk. Ook een van de verhaaltjes die wij hem voorlezen voordat hij naar bed gaat, gaat over een konijntje die sla gaat nou ja, planten of oogsten met zijn vader. In het groentetandje van zijn vader. En ik vond het wel heel grappig om te zien hoe hij dat nu aan elkaar refereert. En zodoende heb ik dus wat zaadjes gekocht. Hier binnen hebben we dus tuinkers en buiten hebben we watteltjes en peterselie. En gaan we kijken of dat ook goed opkomt. Dus superleuk dat Max op die manier daar geïnteresseerd in is. En nou, dat vond ik ook wel leuk om even met jullie te delen. En het gaat dus ook echt super snel, zoals je wel kunt zien. Want dit is dus zaterdag geplant. En de zaadjes er dus in gedaan. En het is dus nu echt al super goed. Moet je kijken. Echt toch bizar hoe snel het gaat. Want het is dus vandaag dinsdag. Dus dat is echt 4 dagen. Echt bizar.
Maar wel heel leuk. En tuinkers is super lekker. Ik weet niet of je het wel vaker eet, maar ik vind het heel lekker op sla. Maar ook op een boterham met kaas, smeerkaas, smeerpaté, wat ik vanmiddag at, super lekker. Dus ik vind het zo leuk om te zien. Ik denk dat Max het helemaal leuk vindt als hij dit zo meteen ziet. Lekker, lekker! Dan heb ik zojuist nog even een banaan gegeten vanavond en een koek zoals je kunt zien. Het was een fijne dag vandaag. Ik heb lekker gebuikt en op deze manier jullie ook meegenomen in wat ik heb gegeten vandaag. Ik hoop dat je dat leuk vond om te zien. Was het zo, doe dan even een duimpje omhoog. Zou ik heel tof vinden en daarmee help je mij echt enorm. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zorg dan even dat je abonneert. Dan mis je geen enkele video, want binnenkort komen er natuurlijk ook weer nieuwe video's op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doei!